Naast de gebruikelijke race mogen we dit weekend ook weer genieten van het sprintraceformat. Na de vermakelijke race op Silverstone ja, gaan we zien of Max Verstappen op zijn geliefde Rebel Ring de leiding in het wereldkampioenschap behoudt, of ja, dat Ferrari de ingezette comeback door kan zetten met een tweede overwinning op rij. Dit is wat je kan verwachten van de Grand Prix van Oostenrijk. Ja, het is moeilijk om te geloven dat Verstappen de Grand Prix van Groot-Brittannië niet op zijn naam had geschreven als er geen stukje endplate van de Alfa Tauri onder zijn bodywork terecht was gekomen. Toch knap dat de Nederlander, ondanks een gebrek aan downforce, zijn RB18 toch nog nogal zevende over de streep wist te loodsen op het circuit van Silverstone. Verstappen wist in 2019 zijn weg langs Charles Leclerc te vinden om voor het oog van de uitzinnige Nederlandse fans de overwinning te pakken. En ook in 2021 wist hij beide thuisraces van Red Bull op zijn naam te schrijven. Momenteel lijkt de vraag hoe groot zal het gat zijn? Een stuk groter dan ja, gaat Verstappen wel winnen. In Silverstone schoot Ferrari zich maar weer eens in eigen voet. toen het weer niet lukte om een moeilijke beslissing te maken. Als het team op dat moment net zo met het mes op de keel opereerde. als hoe Mattia Binotto na afloop liet zien met zijn vingertje. ja, dan was het eindresultaat wellicht een stukje anders geweest. Maar goed, eerlijk is eerlijk: het was niet de eerste keer dit seizoen dat we Leclerc na afloop met een gezicht op onweer zagen lopen. na falen van Ferrari. Het verschil tussen Sainz en Leclerc is slechts 11 punten in het wereldkampioenschap. En met Sainz die steeds meer vertrouwen vindt, kan dat gaan zorgen voor scheurtjes binnen het Ferrari-kamp wanneer de druk wordt opgevoerd. Het ja, podium dat Lewis Hamilton afgelopen weekend op Silverstone behaalde, was dan niet het eerste podium van Mercedes van het jaar. Maar dit podium betekende wel heel veel voor het team. Hamilton wist de Ferraris bij te houden en had zonder de safety car situatie wellicht voor een overwinning kunnen vechten richting het einde van de race, kijkende naar zijn grote bandenvoordeel in de laatste stint. Naast het eindresultaat was het belangrijkste punt van het weekend misschien wel dat de W13 een stuk beter leek om te gaan met de porpoising effect. Nu er traditionele circuits op het programma staan deze zomer in Europa, ja, kan dit zo? maar de kans zijn voor de zilverpijlen om met Red Bull en Ferrari mee te gaan doen om de overwinningen. Ja, we blijven ons toch ook wel verbazen over Fernando Alonso. De auto's anno 2022 zijn natuurlijk een wereld van verschil met de lenige, kleine, stuiterbestendige Renault R25 en R26. Waarmee de Spanjaard halverwege in de zero's de wereld wist te veroveren met twee wereldtitels op rij. Maar ja, de oudste coureur op de grid is op dit moment toch echt wel een topvorm. Hij kwalificeerde zich als tweede in Canada en deed op Silverstone mee om een podiumplek. Toen de Spanjaard terugkeerde in de Formule 1 werd er gezegd en geschreven dat hij plaats zou maken voor Oscar Piastri... ...wanneer hij klaar zou zijn voor zijn plekje in de koningsklasse. Maar goed, de uitstekende vorm van Alonso zorgt nu toch wel voor een luxe probleem bij de Franse renstal. Ja, men wil Piastri graag een stoeltje geven, maar ja, je zou wel gek zijn als je een man met zoveel talent in deze vorm... ...en met genoeg motivatie laat gaan als team. Eens of oneens, laat het weten in de comments hieronder. Nou, middels staat de Grand Prix van Oostenrijk wel bekend als een veredelde Nederlandse race. Toen Verstappen aan populariteit won en er nog gebrek was aan de Grand Prix van Nederland, omarmden de fanatieke Verstappen-fans de thuisrace van Rebel Racing. En kregen wel snel te maken met een heuse Oranjezee op en rondom de Rebel Ring. Nou, zo zal dat dit jaar ook weer het geval zijn. En dit seizoen wordt er zelfs een recordaantal aan fans verwacht. Namelijk 50.000 Nederlandse Formule 1-fans gaan we waarschijnlijk terugzien op de Oostenrijkse tribune. En last but zeker not least, we gaan dit weekend weer sprinten. Voor de tweede keer dit seizoen gaan we werken volgens het sprintrace format, waardoor we gaan kwalificeren op de vrijdag. En op de zaterdag gaan we aan de slag met de 100 kilometer lange sprintrace. Als de sessie op zaterdag ook maar een klein beetje in de buurt weet te komen van de epische tien slotronde die we zagen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Ja dan staan we toch wel aan de vooravond van een spectaculair weekend in Oostenrijk. Wat denk jij dat er dit weekend gaat gebeuren? Laat het weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!